Je moet ruimte maken voor de bewoners, je moet ruimte maken voor de mensen die in de stad willen leven. En dus dat betekent dat je ook moet plaatsmaken en dat betekent dat je moet uitspraken doen over de auto. En dus we hebben het doorgaand verkeer weggehaald. Auto's staan gemiddeld 96% van de tijd stil en geparkeerd. En als die garage vindt, we dat verspilling van openbare ruimte en willen we plaats vrijmaken op straat en naar een duurzamere mobiliteit streven door mensen te laten delen in de buurt. Dat we minder auto's in de straten hebben, dat we beter mobiliteit hebben en dat we er zijn voor elkaar, delen en zeggen van oké, goed, ik heb hier iets, iedereen mag daar gebruik van maken, want jij kunt het ook gebruiken. Het meest opvallende wat wij gedaan hebben is natuurlijk het circulatieplan. Het circulatieplan veranderde Hans het mobiliteitssysteem in het centrum van Gent. En de basis was eigenlijk, we moeten zorgen voor leefkwaliteit en toch de stad bereikbaar houden. En eigenlijk hebben we dan een zeer eenvoudig circulatieplan ingevoerd, gebaseerd op Groningen. Voor fietsers, voor voetgangers, voor taxichauffeurs, voor openbaar vervoer veranderde er niks. Maar voor automobilisten wel. Heel eenvoudig, als ze van één van de zes zones naar een andere zone wouden rijden met de auto, dan kon dat niet zomaar, niet door de stad. Maar gewoon, dan moesten ze terug naar de ringweg. Dat heeft ervoor gezorgd dat we eigenlijk van al het doorgaand verkeer afgeraakt zijn. En dat betekent eigenlijk ruimte voor de fietsers. Ruimte voor de voetgangers. Ruimte voor mensen die gewoon in de stad willen kuieren, willen elkaar ontmoeten. Gewoon ruimte gemaakt. En ik denk dat dat is een heel belangrijk gegeven. Het kan ook anders. En als je die beweging op gang krijgt, dan krijg je ook de beweging van hey, er kan wel degelijk iets veranderen. In de stad. En dan, die steun heb je nodig om dan grotere projecten te doen, zoals het circulatieplan. Wat we bereikt hebben met het circulatieplan, eigenlijk verankeren door de infrastructuur. En dus, deze brug is er gekomen, maar ik ben hier uitgenodigd door mensen van de wijk aan de linkerkant van de rivier. En die vroegen mij, van, ja, maar voor ons is dat ongelooflijk moeilijk om in het station te geraken, zonder dat we grote omwegen maken of via gevaarlijke wegen rijden. Eigenlijk zouden we hier moeten een fietsbrug hebben. Ze hebben mij dan overgezet met een bootje. Ik heb een signaal opgepikt en we hebben gekeken wat mogelijk was. Vanaf dan zijn we eigenlijk stap voor stap gegaan om deze brug te realiseren. We staan hier nu eventjes en we hebben eigenlijk al voortdurend mensen zien met de fiets in passeren. Het verbindt die twee oevers en het wordt dankbaar gebruikt. De Gage is een deelorganisatie om auto's en fietsen te delen met je buurt. Mensen die een auto hebben, maar die veel stilstaat, kunnen die delen met mensen die bijvoorbeeld geen auto hebben. En iedereen heeft toegang tot één grote vloot van particuliere fietsen en auto's. En de Gage zorgt dan voor een reservatiesysteem, verzekering, een schadeafhandeling en een centrale afsprakenkader. Als lid kan je een auto of fiets boeken via ons reservatiesysteem. En dan maak je een afspraak met de eigenaar voor de sleutel uit te wisselen en de auto of de fiets te gaan ophalen. Dus je leert er ook nog nieuwe mensen mee kennen of je buurt mee kennen. En achteraf wordt de administratie dan centraal geregeld door de Gage. We zijn al 23 jaar actief in Gent en hebben autodelen hier mee op de kaart gezet. Ondertussen hebben wij 250 auto's in Gent, 2500 leden. Wat dat wil zeggen dat 1 op 100 Gentenaars lid is van de Gage. En zo hebben we al kilometers parkeerplaats eigenlijk kunnen vrijmaken in de stad, die dan gebruikt kan worden voor meer openbare ruimte, meer groen, meer ontmoetingsplaats. Daarnaast werken wij ook graag samen met lokale overheden, omdat zij het autodelen meer gemeengoed kunnen maken, ons kunnen ondersteunen in communicatie, maar ook bijvoorbeeld in voorbehouden parkeerplaatsen of parkeerkaarten voor autodelers. En dat we zo eigenlijk samen kunnen streven naar een nieuw soort van mobiliteit. Dat is iets wat ik toch wel goed gemerkt heb, dat we heel veel kritische burgers hebben en ook heel veel kritische organisaties. En dat is ook goed. Dat is eigenlijk wel een rijkdom. Je kan je beleid daardoor verrijken, beter maken. Soms kan ik me voorstellen, ik heb ook die signalen gekregen, dat die burgers, dat die organisaties toch wel
af en toe ongeduldig werd. Ja, maar je hebt zoveel beloofd, we geloven er zo in, van wanneer gaat het nu vooruit? Je mag je daar niet achterweg stoppen. Je moet ook wel tonen dat je echt wel zelf vooruit wilt. En dat is iets wat, denk ik, wat typerend is voor het beleid van de groenschepenen hier in Gent, dat we echt ongelooflijk veel projecten opstarten en proberen tot een goed einde te brengen. Dus je moet echt wel proberen tot het maximum te gaan en proberen zoveel mogelijk eruit te halen. Partago is een burgercoöperatie. We zijn gestart in Gent met 5 Gentenaren. En ons doel is om leefbare buurten te creëren. Gezamenlijk, 100% elektrisch, 100% coöperatief. En al die 1000 gebruikers die zorgen ervoor dat we nu ongeveer enkele honderden fossiele auto's eigenlijk al uitgefaseerd hebben in ons systeem. Dus we hebben een impact op de buurten. Geen stinkende auto's, dus lucht wordt properder. Naast meer plaats en meer proper lucht is er uiteraard ook het klimaat en CO2. Deze stad moet gewoon vooral aangenaam worden voor de mensen die hier wonen. En moet vooral aangenaam zijn voor de mensen die deze stad bezoeken.